Wat je hier op deze expositie ziet, is eigenlijk 10 jaar lang werk van die groep van 7 grafici. Die jongens die zijn dus in 1999, heb ik begrepen, begonnen met de eerste uitgave. Dat is de uitgave waar we dan ook nu naar kijken. Zeefdruktechniek, houtsneden, een etsachtige vorm. En allerlei verschillende technieken, samengebracht in een boekwerkje. Dat als je goed kijkt, dan valt er zoveel te ontdekken aan al die verschillende printen, van dat ze eigenlijk allemaal hun eigen kwaliteit hebben. Ah, dat is mooi. Zo mooi, zo klein. Oh. Dit heb je niet. Dit is wel heel bijzonder. 3-teen cactus. Een klein jong ooievaartje. En dat ooievaartje heeft een cactuspakje aan. Nou, dat is toch wel heel schattig. Een ooievaartje met een cactuspakje. Heel mooi dingetje. Ja. We denken dat het gaat om leuke, mooie plaatjes, maar het is meer dan dat. Het is 1 meisje en het zijn 6 jongens. Dat ze eigenlijk op een manier bezig zijn dat het niet helemaal van deze tijd is. Zoveel tijd gaan besteden om elke keer een goede oplossing te maken en dan uiteindelijk dat aan het volk aan te bieden voor een prijs. Nou, daar wil je eigenlijk voor zou moeten schamen dat je daar zoveel mooie kunst voor krijgt.